Hij is geen president, al was hij er wel heel dichtbij, en hij heeft nooit gespeeld in een grote rockband. Toch trekt Al Gore, waar hij ook komt, volle zalen. Ook bij zijn tweedaagse bezoek aan Nederland heeft de Amerikaan over aandacht niet te klagen. In Amsterdam is er een groots onthaal, net als een avond eerder in Alsmeer. We are seeing in our own time, right now, the end of an era of history and the beginning of a new era. De man kan een speech geven, dat heeft hij eerder bewezen. Daar heeft hij een Oscar mee binnengeslepen en de Nobel Vredesprijs. Dus hij weet hoe hij dat moet doen. Nou, zijn Engels was heel goed, vond ik. En ja, het is een heel bevlogen spreken. Dus het is zoal. Ik kijk natuurlijk heel erg hoe iemand op een podium staat. En ik vond dat wel, dat kan hij wel bijzonder goed. Een stuk beter dan Bush, laat ik het zo zeggen. Ik vond zelf heel motiverend dat hij zich heel fel uitsprak tegen kolencentrales. Er zijn in Nederland natuurlijk toch 4 nieuwe kolencentrales gepland. En hij uitte zich daar heel scherp over. Dat is ook voor Nederland van belang, geen kolencentrales bouwen. Hij maakt zijn zinnen kort. Hij spreekt het publiek regelrecht aan. Hij formuleert goed. Als hij moet zoeken naar een woord, dan neemt hij daar even de tijd voor. Een prima spreker. Ik blijf natuurlijk wel echt een Amerikaan, maar... Hoezo? Ik denk dat een Amerikaan is altijd beter in speeches geven dan een Nederlander. The economic crisis and the climate crisis are actually very closely connected. Wat heeft u moeten doen om hier naartoe te krijgen? Nou, daar heb ik veel werk voor moeten verzichten, moet ik zeggen. Omdat met name sinds zijn Oscars en zijn Nobelprijs de hele wereld die man graag over de vloer wil hebben. Hij krijgt per dag honderden aanbiedingen. Dus het heeft 1,5 jaar gekost en heel veel e-mails en telefoongesprekken. Ik denk dat het publiek hier heel tevreden was met de boodschap. Hij heeft er ook nog een paar kleine puntjes van kritiek op Nederland in weten te slippen. En dat is natuurlijk altijd leuk om te horen. Dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is hier. Ik vond het jammer dat hij niet bij de studenten is gekomen, want het was zijn afspraak. En er zijn heel veel studenten speciaal gekomen om hem iets te vragen. En daar is niet van gekomen. Ivo Absoltan, de mayor van Rottenburg. Did I that wasn't supposed to be funny. Rotterdam. Ja, gelachen heb ik ook. Ja, regelmatig op het juiste moment, de juiste kwinkslag ertussen. Tot mijn verbazing kon ik het allemaal nog verstaan ook nog.